Dames en heren, jongens en meisjes. Oorlog geeft een lange schaduw en vandaag staan we stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. Vandaag herdenken we alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit doen we met elkaar op een moment dat we juist in onze vrijheid zijn beperkt. Maar dodenherdenking en stilstaan bij 75 jaar vrijheid is juist nu belangrijk. We herdenken thuis, alleen, maar toch samen. Vandaag is het 4 mei. Een dag die anders is dan alle andere dagen. Het is 4 mei voor de vrouw die haar vader herdenkt. Hij verzette zich. Hij was een held. Maar zij had nooit een vader. Het is 4 mei voor de oude man die zijn vrouw herdenkt. Ze mocht net 25 jaar worden, ouder niet. Een gele ster was het begin. Hoe het eindigde, weet hij niet. Het is 4 mei voor de man die zijn ouders herdenkt. De moeder gestorven aan honger en ziekte in een Indisch kamp. De vader verdronken in de Javazee. Een graf om bij te rouwen is er niet. En het is 4 mei voor de ouders die hun zoon herdenken. Hij was van na de oorlog. Maar na de oorlog bestaat niet. Hij vocht in Afghanistan en kwam niet levend terug. We vertellen, horen, lezen en delen de persoonlijke verhalen. Het zijn verhalen om nooit te vergeten en verhalen die we elkaar moeten blijven vertellen. Juist deze verhalen bevatten het meest waardevolle waar je voor kunt vechten, namelijk waardigheid en in het bijzonder de menselijke waardigheid. Zonder menselijke waardigheid zijn vrijheid en vrede ondenkbaar. Toen, nu en in de toekomst. En het zijn juist de woorden die tot leven komen in de kleine verhalen. Kleine verhalen over grootse momenten. Omdat daarin de werkelijke betekenis ligt van de strijd die gevoerd werd en gevoerd wordt. Ook nu. Tegen de onmenselijkheid, de willekeur en de haat in de wereld van vandaag. Het zijn de verhalen die tijdloos zijn en die gaan over menselijke waardigheid, broederschap en veerkracht. Het zijn de waarden waarop de vrede is gebouwd en die we overal moeten blijven verdedigen. De vrede die we in een groot deel van Europa nu al 75 jaar koesteren. De vrede waarvoor de basis is gelegd door de geallieerden en de burgers van toen. De vrede die begint bij de waardigheid van ieder mens. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel schreef voor het Nationaal Comité zo'n passend en mooi verhaal dat ik graag een stukje uit haar tekst met u wil delen. Elke keer wanneer ik de prachtige laatste regels uit het gedicht Vrede van Leo Vrooman lees, realiseer ik me weer hoeveel betekenis verhalen in ons leven hebben. Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze 100 malen, alle malen zal ik wenen. Waar ik het meest van overtuigd ben, is dat vrijheid niet gebouwd wordt op grote, mooie woorden, maar tot stand komt door kleine, concrete daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen levens.
daden om conflicten te voorkomen, daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen, daden om je medemensen te laten weten dat hij of zij telt, net als jezelf. Die daden, groot en klein, vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden. Verhalen met een plek voor iedereen. Dank u wel.